Goedenavond. Vier van je handdoeken. Handdoek over de slaapkamerdeur die klappert als ik opsta uit je holte in het matras. Warmte in mijn schouders, heupen, zomaar. Handdoek over de badkamerdeur. Ik loop er zo tegenaan, lucht van je. Vouw om vouw, ik snuif doodrustig, alle tijd. Handdoek over de deur van de keuken. Ik kraak de kamers allemaal tegelijk, zodat ik weer zie hoe je hier rondloopt, daar stilstaat. Een hap neemt uit brood dat nooit oud wordt. Een overhemd aantrekt, eeuwig wit en kreukvrij. En je scheert als een steen over het water, been over je zadel de straat uit. Handdoek losjes over de deur van nog even. Ben je nu weg, of? 3 over een vriendin van mij, Rina. Heet zij. Kippen. Rina weet hoe je kippen moet slachten, maar ze weet niet hoe ze dat weet. Het hakblok, het bijltje, het kakelen, rondrennen, bloed sproeien, vallen en hoe de andere kippen rustig doorpikken. Hun graantjes alles wat ertoe doet. Te druk voor haar hoofd. Liever houdt ze zich tegen haar borst met één arm. Kom, kipje, stil. Dan of je een handdoek uitwringt 3 maal onderhand. Het hoofd zakt, snavel half open, ogen half dicht. Zo. Plukken kan ze ook goed. Tenen. Met haar hoofd op het kussen voelt Rina haar oor de aarde opzoeken, waar in het donker de slangen en de gesmolten metalen sissen. Ze houdt ervan wakker te zijn in het heelal van haar lichaam, uitgestrekt tussen de sterren, bonkend en suizend haar hart om haar hart van zo net, haar tenen, tegen haar allemaal anders. Post. Vroeger sliep Rina op straat en ze waste zich nooit. Maar nu heeft ze nieuwe knieën waarmee ze makkelijk tot de hoek kan lopen en terug, zodat ze haar brieven zelf op de bus kan doen en als er post is, raapt ze die zelf van de mat. Als je op straat slaapt, krijg je geen post. Daarom woont ze nu weer in een huis. Vanwege de brieven die met lieve beginnen. De enige die ertoe doen. En die je zelf moet wegbrengen, oprapen, open ritsen met schone trillende vingers. Met je rug tegen de deur. Lieve. Dicht uit een reeks over doodgaan. Dit schreef ik in een vlaag van blinde woede op een arts die mijn stokoude, doodzieke, bliksemsnel dementerende moeder de euthanasie weigerde. Tape. Alles kan je dichtmaken, fixen, heel houden, redden wat reddeloos, herstellen wat ontsteld tot op de kern niet meer in orde wil. Niet opgelapt, bewaard, genezen. Orde is maar een haar waaraan je hangt, nagel geprikt in je kist, vezeltje over been, houdt niks niet tegen. Wat stuk is, koester het niet langer dan het vraagt. Laat het alleen met rust, met rotzooi, met hoe dingen uit elkaar vallen, met pijn. Het is geen toeval op. Het is de regel. Drie
die ik schreef voor een nummer over oorlog van het Liggend Konijn. 2 jaar geleden. Het moest eigenlijk gaan over de Eerste Wereldoorlog. Maar ik keek in die tijd constant naar YouTube's over kinderen, Syrische kinderen in de oorlog daar. En zodoende. 3 daarvan. Laken. Toen iedereen dood was, begon ik hier voor mezelf met mijn AK-47, mijn broertje van staal. Niemand komt me hier wassen en kammen en ik haal voor niemand meer hout. Alles komt van de soldaten die van me houden, omdat ik geluk breng en goed kan mikken met de granaten. Daar voor ons ligt de stad waar niemand meer woont en ik kijk van hoog, stel mijn broertjes oog af op de daken. Dan lopen we wacht, allereerst naar het huis van mijn oom die zich ophing omdat hij alleen nog met doden kon praten. Mijn broer is zo groot als ik, maar ik hou hem goed vast op mijn schouder waar hij kan slapen. En het raam van mijn oom staat open, op het balkon bolt een laken op en het waait niet en niemand daar hangt was aan de lijn. Dus ik schiet en het valt op de grond. Het ziet er niet uit als een laken. Geen ding. In de kelder hield ik mijn zusje op schoot. Ze was pas 4. Ik legde mijn handen over haar oren, zodat ze de harde klappen niet zou horen. Maar ze voelde ze en ze zag de anderen huilen. Ze gilde aan 1 stuk door. Toen deed ik mijn handen telkens van haar oren om haar te slaan, zodat ze iets zou hebben om over te schreeuwen. Iemand om kwaad op te zijn. Toen we buiten kwamen en alles kapot was en overal armen en benen, huilde ze niet. Ze zei niets. Ze verstopte zich achter de pot waarin een appelboom groeide. Daar zat ze alleen een dag en een nacht. Toen kwamen de mannen. Toen werd het zo dat de dingen ons niet meer kenden. Geen ding. Zo is het gegaan, daarom liepen we weg. Ze was pas 4, mijn zusje, toen het begon. Wanneer? En de laatste. Voorste. Aldoor loop ik terug naar toen we begonnen te lopen over de weg naar waar we niet meer bang zouden zijn. We waren allemaal bang en we dachten dat weg op weg gaan zou helpen. We namen geld mee en we liepen en liepen, dag en nacht. En wie banger was, liep harder en kwam eerder aan, dachten we toen. Maar waar we ook kwamen, nergens wachten ze op ons, uitgerust. Zij die het bangst, vleugels aan hun voeten. Hoe lang, hoe hard moesten ze niet lopen om zoveel op ons voor te liggen? Zeker hadden ze al een huis gevonden, alles neergezet, water gehaald, gekookt, geveegd. We wilden bij ze zijn daar waar niemand nog bang was. Dus we liepen harder en harder en alles liep met ons mee. De scherven en het geluid en de armen en benen los in het rond en hoe het rook naar de brand van toen we begonnen te lopen. Dat het niet over, dat het nooit achter ons, maar altijd voor ons. En iemand, de voorste, zei dat hij ze zag, de vlugsten. Zij die het bangst waren geweest. Ze lagen voor onze voeten en we liepen over ze heen. VPRO Poëzie draait helemaal om Nederlandse en internationale poëzie. Je vindt niet alleen interviews en portretten van dichters, maar iedere week lichten we ook een ander gedicht uit. Maak kennis met dichters en de mooiste poëzie en vergeet je niet te abonneren om geen enkele video te missen.